Het adellijke paar kwam speciaal voor deze gelegenheid in vol ornaat om de stoet voor te gaan van Kasteel van Stapelen naar het nieuwe museum. Dit is het begin van de cultuurhistorische as en het museum staat op het einde van de cultuurhistorische as. En hoe verder de stoet trok over die historische as, hoe meer figuren uit de Bokstelse historie zich aansloten bij de optocht. Mag ik jou iets vragen? Want ik zie hier een hele grote reus staan. Wie is dat? Jas de Keistamper. Ja, en wat is dat dan? Hoog tijd dus voor een stukje historisch Bokstels besef bij de jeugd. In het nieuwe museum heeft de reus dan ook zijn eigen hoekje gekregen. De reus werd in 1949 bedacht door een ambtenaar van de gemeente en wordt bij bepaalde gebeurtenissen in Bokstel gevraagd om zijn mening. Maar voor de meeste kinderen is hij toch nog een beetje eng. Hij heeft al gegeten hoor. In het museum worden 4 cultuurhistorische collecties samengevoegd. Heel belangrijk is ook dat wij ruimte willen bieden, een platform voor moderne expressie. Als de opening van vandaag een graadmeter is voor de toekomstige bezoekersaantallen, komt het in ieder geval helemaal goed met het MUBO. Yes.